Eetcafé De Gouden Leeuw. De ideale plek voor onbeperkt sperrupseten voor €14,95 per persoon. Ook kunt u bij ons terecht voor een heerlijke lunch, diner, buffetten, vergaderruimte, feestje, receptie. Alles is mogelijk. En wat dacht u van parkeren voor de deur? We zien u graag en heten u van harte welkom. Een nieuwe aflevering van Uit en Thuis. Vandaag nemen wij een kijkje bij de rioolwaterzuivering in Haps. Wij gaan vandaag alles leren over afvalwater. Waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Ria Smit, werkzaam bij rioolwaterzuiveringinstallatie Land van Kuik. Wat is uw functie hier? Ik ben hier secretaresse. Hierachter zie ik een landkaart. Kunt u iets vertellen over het gebied wat hierop te zien is? Ja, hier zie je dus een stukje van Brabant. Eigenlijk, als je hieronder in de hoek van de kaart kijkt, dan zie je Nederland. Daarin hebben we een klein stukje van Brabant groen gekleurd. Dat is waterschap AMA's. En een klein gedeelte daarvan is weer wit. En dat is eigenlijk uitvergroot op deze kaart. Dat is het gebied waar wij ons rioolwaterzuiver zuiver maken. Om hoeveel inwoners gaat het dan? Ja, over het hele waterschap is het zo'n 700.000 mensen. Kunt u iets vertellen over de hoeveelheid afvalwater die deze inwoners produceren? In het gebied van Land van Kuik? Ja. Wij krijgen op een gemiddeld ongeveer 30.000, 35.000 kuub. Dus zo'n 30, 35 miljoen liter water per dag binnen. En ik heb het dus uitgerekend. Als je nou een, ja, want het moet wel makkelijk zijn, anders kan ik het niet berekenen. Hè? Stel dat je een huis hebt van zo'n 500 kuub, dan heb je 70 huizen vol met dat water. Per dag hier aanwezig. Dus hoeveel afvalwater produceert één consument? Gemiddeld zeggen ze in Nederland 124 liter water per persoon per dag. Wij gaan nu tijdens deze reportage kijken wat er met dit afvalwater gebeurt. Kunt u er al iets over vertellen? Nou, het zal een verrassing zijn, want we krijgen het ontzettend vies binnen. En ik vind zelf dat we er best een leuk product van maken. Dries Jacobs, wat is uw functie? Mijn functie is hier procestechnoloog. Wij staan hier voor een maquette. Hoe groot omvat het terrein? Het terrein is 11 hectare groot, waarvan ongeveer 5,5 hectare aan water. Dus de rest is de grond. Waar begint zo'n zuiveringsproces nou? Hier begint het bij het instroomwerk, of ontvangwerk, zoals wij dat noemen. En dan doorloopt hij de voorbeluchting. En die voorbeluchting heeft een speciale functie. Daar halen we dus de gassen uit, en vooral de stinkende gassen. Door middel van luchtinblaas gaat het door het lavafilter. En zodoende ruiken we bijna hier niets van het vuile water. Dan gaat hij naar een harkrooster, daar doen we het roostervuil uit. Dan gaat hij naar een zandvanger, daar halen we het zand eruit door middel van bezinking en het vet door middel van opdrijving. En dat wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Vet gaat weer naar een gistingsproces waar ze gas uitmaken. Zand wordt weer teruggewonnen, wordt weer verder schoongemaakt en gaat meestal naar de wegenbouw. Alleen het roostergoed, dat hebben we nog geen, want dat is het echte vuil. En dat voeren we af met gewoon met huisvuil. Waar is nu het eindproces op deze maquette? Het eindproces, dat is onze hele fietenfilter. En eigenlijk is het de weg naar de Maas toe en de weg naar de Laarakkerse waterleiding. Kunt u iets vertellen over het tijdbestek dat water hier binnenkomt, dat het gezuiverd wordt en dat weer uitstroomt? Ja, dat kan. In ieder geval, wij spreken altijd over droogweer en regenweerafvoer. En droogweerafvoer, dat is ongeveer een tijdsbestek van een dag. En bij regenweer wordt het natuurlijk veel korter. Omdat wij bij droogweer kunnen we 2500 kuub per uur zuiveren. En bij regenweer wordt dat 8000. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om drinkwater? Nee, het is echt afvalwater. Wij spreken dus over influent wat hier binnenkomt en over effluent wat hier weggaat. En wij zuiveren alleen tot kwaliteit voor oppervlaktewater en niet tot drinkwater. Het water komt hier binnen.
bij het instroomwerk, gaat door de voorbeluchting. En via de voorbeluchting komt hij dan bij de harkroosters en de zandvetvanger. Van daaruit gaat hij naar de selector, anaerobe tank. En vanuit de selector, anaerobe tank, gaat hij naar de beluchting. Dat zijn dan vier bakken. En vanuit de beluchting gaat hij naar de nabezinktanks. Dat zijn hier, hier en die vier hier. En het effluent gaat via de toevoervijver, gaat hij hier naar de toevoervijver van het helefietenfilter. En via het helefietenfilter gaat hij dus richting Laakse waterleiding en naar de Maas. Hebben we dan de slipverwerking. En vanuit hier, vanuit het retourslipvezelgebouw, gaat het naar de slipverwerking hier. En uiteindelijk komt het hier in de silo terecht en gaat het naar de SNB, dat is onze vuilverbrander. Wat opvalt hier is het hoogteverschil. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Uiteindelijk maken wij dat de pompen, die pompen het allemaal op hier op een hoogte, zoals we zien daarvoor. En dan als we naar de nabezinktanks kijken, dat zijn die grote ronde tanks, dan zien we dat het gewoon afloopt. En dus zonder tussenkomst van een pomp of iets dergelijks, loopt het water van het begin tot het einde. Dit is eigenlijk alleen... Naar de Maas gaat het ook eigenlijk onder vrij verval. Alleen ja, de Maas weten we dat die af en toe een hoger kan staan. En dan moeten we helaas toch pompen. En dat doen we dan met drie kleine pompen of met een hele grote pomp van 8000 kuub. Nou, waar zijn we nu? Bij het ontvangwerk. Achter die grote rode deur daar zitten enkele buizen, 6 buizen die het water hier naar binnen brengen. 2 zijn minder van minder belang, maar 4 grote buizen die het rioolwater hier binnenbrengen. Je ziet aan de dikte van de buizen en de plaatsnamen die daarop staan, wie het meeste levert. We gaan even kijken, maar daarbinnen is herrie, dus we zetten eventjes onze oorkapjes op. Wat doen deze 2 machines hier? Nou, het zijn onze roosters. In het water zit altijd een heleboel grof vuil. Tegenwoordig is er natuurlijk heel veel blaadjes van bomen, omdat herfst is. Takjes misschien. Maar wat we normaal gesproken heel veel meekrijgen is natuurlijk wc-papier. En waar we ondertussen een grote hekel aan hebben is die vochtige toiletdoekjes. Hier zie je ze al niet zoveel. We hebben vaker een probleem bij de rioolgemalen. Die dingen, als je die uit de verpakking haalt, dan hangen ze al aan elkaar vast. Als je de volgende haalt, dan trek je de tweede er eigenlijk al uit. Die doekjes vinden elkaar in de riolering. Jouw doekje, mijn doekje, ieder zijn doekje vinden elkaar in de riolering. Ergens in de ontvangkelder komen die doekjes op elkaar te liggen. En zo gauw als de kelder vol is, wordt de pomp aangezet. Die pomp die zuigt in één keer die berg doekjes mee. En je krijgt een hele frot wat die pomp verstopt. Wij hebben het nalaten rekenen. Per zuivering, we hebben 7 zuiveringen. Zijn we per maand 10.000 euro kwijt om die stomme doekjes ergens uit de riolering te halen. Dat is hartstikke veel geld. Wat gebeurt er dadelijk met de droge rotzooi, als ik het zo mag noemen? Die rommel die we hier nou uit het water scheppen, die kiept over de rand. Dan stroomt het met water een beetje naar de andere kant. Dan persen we zoveel mogelijk water uit het spul en de rotzooi komt in de container terecht. Daar weten wij verder ook niks mee, die gaat dus gewoon naar de vuilnisstort. Dat is ons enige echte afval. Kunt u ook nog iets vertellen over de geur die vrijkomt? Ja, zelf vind ik het hier wat meevallen, maar ik denk dat jij het verschrikkelijk vindt. Het is ook een kwestie van waar je aan bent en ik weet ook wat ik hier kan verwachten. Maar je kan hier gerust zijn. Mijn meter, die wij allemaal bij ons hebben, die slaat hier op geen enkele wijze uit. Zuurstofgehalte blijft enorm goed. De stank, HTS zoals dat hier is, die kun je hier niet traceren. Er hangen altijd luchtjes aan het water, maar echt stinken doet het hier niet. Je bent er nou ook aan gewend als het goed is. Er is hier ook een methode om de stank weg te krijgen. Ja, we zuigen de lucht af en die gaat naar een lavafilter. En die lavafilters, daar zitten lavastenen in.
We blazen onder in die vieze lucht. Op die lavastenen komt een soort van bacterielaagje. Die bacteriën die komen dan door de natuur zelf, daar hoeven wij niks aan te doen. Die bacteriën die houden van die stank. Die stank die gaat dus op die bacteriën zitten en dan gaat schone lucht naar boven. Dat slijmlaagje van bacteriën wat erop zit, dat blijft erop zitten voor een deel. En voor een klein gedeelte, elk half uur sproeien we wat gezuiverd water, hebben we toch zat. Over die steentjes, valt dan naar beneden en die neemt een klein beetje van die slijmlaag mee en dat komt hier in het water. Dan gaat het weer verder in het hele systeem van zuiveren. We staan nu bij de zandvanger. Wat gebeurt hier? Nou, hier komt het afvalwater in. En het afvalwater door bezinking bezinkt dus het zand. En door opdrijven gaat het vet bovenop drijven. De zandvanger is eigenlijk rond. In het mechanisme wat de hele tijd rond blijft draaien, wordt het zand naar de zandwasser gebracht. Daar wordt het enigszins van het zand van het water gescheiden en komt dan in een container terecht. Het vet wordt opgevangen in een opvangbak. En die opvangbak die leidt dan naar een grotere bak. En eens in de zoveel tijd laten we dat vet ophalen. En dat wordt weer gebruikt in een gisting, waardoor ze weer gas kunnen produceren. Het zand, wordt dat ook hergebruikt? Dat wordt ook weer hergebruikt. Dat wordt verder gewassen. En dat gebruiken ze vaak in de wegenbouw. Hoe lang duurt dit proces nu? Dit proces is in ongeveer 20 minuten, een half uur. Dan is de doorstroming. Het ligt ook weer aan het regenweer of dat het droogweerperiode is. Hier zien we het zand wat er inmiddels gewonnen is. Hoeveel wordt er geproduceerd in een week? Ja, dit is ongeveer van een week. We hebben vorige week de container leeg laten halen. Het is iets minder dan een week zelfs. Het is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid regen die we hebben. Met regen komt er heel veel water door de riolering. Spoelt dus ook het zand los wat op de bodem van de riolering is komen liggen. En dan krijg je extra veel zand. Ja, dan kun je dit wel in één dag hebben. Misschien nog wat meer. Een beetje afhankelijk. In de zomermaanden dan krijgen we wat minder van het zand mee. En dan staat die container dus ook wat langer. En dan zul je ontdekken dat er ook allerlei plantjes gaan groeien. Tomatenplantjes bijvoorbeeld. Krijg je dan een beetje de kans om te ontwikkelen. Ja, niet lang, want als het opgehaald wordt, is het weg. Hoe komt dit? Die tomatenplantjes. Nou, wij eten met z'n allen tomaten. Die pitjes, ja, die verteert ons lichaam niet. Dus die poepen we uit. Die bezinken ook. En wij krijgen ze hierbij. En omdat er allerlei voedingsstoffen bij dat zand aangekleefd hangen, krijg je dus die plantjes gaan groeien. Waar staan wij nu? We staan nu bovenop de beluchting. En hier is eigenlijk het hoofdzaak wordt hier het reinigingsproces, vindt hier dan plaats. Zoals we zien in de binnenste ring. En we hebben een middelste ring en een buitenring. En de buitenring, daar bevindt zich dus, blazen we de lucht in. En doordat we er lucht in blazen, ontstaat dus ook het zuurstof. En die zuurstof is nodig voor de bacteriën. En die bacteriën zetten hier, eigenlijk de reiniging vindt dan hier in plaats. In die middelste ring, dat is een facultatieve ring, daar kunnen we naar de buitenring laten plaatsvinden of naar de binnenring. En in de binnenring vindt dan het denitrificatieproces, en dat is een beetje misschien een moeilijker woord. Maar hier waar belucht wordt, doen we dus het ammonium omzetten in nitraat. En in de binnenste ring zetten we nitraat weer om tot stikstofgas. Zoals we weten bestaat de lucht voor 70% uit stikstofgas. Zo, dat is eigenlijk in het kort het proces. Plus dat we in de buitenste ring, waar dus ook de zuurstof zit, dus we ook het biologisch doen, defosfateren. En defosfateren is ook weer zo'n mooi woord. Hier vindt dus plaats dat de bacteriën het fosfaat tot zich nemen. U zegt zelf, dit gebeurt allemaal door bacteriën. Zijn deze bacteriën hier al aanwezig of wordt hier gewoon een zootje bacteriën ingegooid? Nou, als we opstarten, dus we helemaal opnieuw beginnen, dan moeten we inderdaad enten. En enten wil zeggen dat we bacteriën van andere zuivering gaan halen en dus hierin zetten. En als wij zorgen dat het leefomstandigheden voor de bacteriën zo is, dan groeien die bacteriën dus ook verder. En dan krijgen we dus teveel aan bacteriën. En die moeten we dus straks ook aflaten en dat gaat naar onze slipverwerking.
staan hier bij meetstation 2.2. Ja, dat wil zeggen, dat is AT, dat is aeratietank 2.2. We hebben hier 4 aeratietanks en die worden alle 4 dus gemeten. En zoals we hier in het, in het meetstationnetje kunnen zien, zien we een grote meter. Die meet het ammonium. En dat ammonium kunnen we aflezen daar op het uitleesdisplay. Plus dat we daar ook het nitraat kunnen meten. Zijn deze gegevens alleen hier in het meetstation te meten of ook af te lezen vanuit de computer of vanuit kantoor? Die zijn ook, deze gegevens worden allemaal doorgegeven aan, hier aan SCADA-apparatuur. Dus dat zijn aan de computers hier. En die gaan ook meteen naar het hoofdkantoor in Den Bosch. Daar staan ze dus ook in een, zoals wij dat noemen, Prisma of RTIP. En daar kunnen dus ook andere mensen in kijken. En dus, zo kunnen ze dus ook zien hoe ons proces verloopt. Bij welk onderdeel van de zuivering zijn we nu aanbeland? Dit is een van de 7 nabezinktanks. Op de maquette zag je lampjes naar 2 nabezinktanks toe gaan. Het komt in feite erop neer dat alle 7 tanks gevoed worden door het bacteriemateriaal uit de beluchtingstank. In die middelste ring zie je het bacteriemateriaal vanuit die beluchtingstank naar boven komen. Stroomt langzaam naar de zijkant, dus waar die bacteriën, waar die meeuwen nou rondfladderen, daar bezinken de bacteriën. Bovenop krijg je het gezuiverde water. Omdat die meeuwen ook nog wel wat veertjes los kunnen laten of net wat dan ook, hebben we hier een rand aan de zijkant. Die houdt al het drijvend materiaal eventueel nog tegen. Dat randje staat ook een klein beetje onder water. Van onder die rand komt het gezuiverde water over dat kartelrandje heen. En je ziet hier het vrij schone water in de rand vallen. Het water valt hier een klein beetje naar beneden, zodat het water toch nog een beetje lucht, dus een beetje zuurstof erbij krijgt. Want die bacteriën hebben tenslotte al het zuurstof eigenlijk al verbruikt. Dat hebben ze nodig gehad om het water schoon te maken. Je ziet hier dat het water echt helder is. Het water is wel een beetje gelig van kleur. Zeker geen drinkwater. Dit water is wat eigenlijk de meeste zuiveringen hebben als eindstation. Wij gaan nog een stapje verder. We hebben nog een zandfilter en een helofietenfilter. Een sloot vol met riet. Gaan we zo nog even kijken. Een ander onderdeel van de rioolwaterzuivering in Haps is de slipverwerking. Daar staan wij hier nu voor. Waar begint dit? Nou, die slipverwerking die hebben we sowieso nodig. Omdat die bacteriën tijdens de zuivering goed naar hun zin hebben. Ze hebben genoeg voedsel, genoeg zuurstof. Temperatuur is lekker. Daardoor krijg je steeds meer bacteriën. Wat we teveel hebben aan bacteriën, dat moeten we verwerken. Nou, wat we teveel hebben, gaat eerst naar een indikker. Daar wordt het iets dikker gemaakt. Dat je zo'n 7% dikker materiaal hebt. 7% vaste stof. Dus altijd nog 93% water, terwijl je in de tanks eigenlijk maar 1% droge stof hebt. Nou, vanuit die indikker gaat het naar de gistingstank. Dat is die tank voorop met die ribbeltjes. Daar brengen we het op een temperatuur van zo'n 233 graden. Dan ontstaat er gistingsgas. Dat gistingsgas gaat naar de tank daarachter met iets minder ribbels. Ja, het is ook geel. Dan, als we genoeg gas hebben, kunnen we dat omzetten in elektriciteit. Dat gebeurt in het bijgebouwtje. En als we dat omgezet hebben in elektriciteit, kunnen we de elektriciteit gebruiken voor de beluchting van de bacteriën. Want die hebben tenslotte heel veel zuurstof nodig. En de warmte die daarbij vrijkomt, want dat is dan een gevolg als je gas omzet in elektriciteit. De warmte die vrijkomt, die gebruiken we om die gistingstank op 233 graden te krijgen. Dan hebben we nog wat warmte over en dan kunnen we ons eigen hoofdgebouw mee verwarmen. Dat is eigenlijk in het kort wat er dan gebeurt. Nou, dan heb je uitgegist slip, de slip waar eigenlijk geen gas meer uitkomt. En dat uitgegiste slip gaat nog even naar de indikking hier, naar de slipbuffer. Daar blijft het eventjes en daarna gaat het naar de centrifuges. Dan doen we er een soort plakmiddel bij. Dat zorgt ervoor dat die bacteriedeeltjes, die ex-bacteriedeeltjes eigenlijk, want het zijn nou kapot deeltjes, die klonteren samen en we gaan het centrifugeren, zoals je dat eigenlijk een beetje kan vergelijken met een wasmachine. Bij een wasmachine slinger je zoveel mogelijk water uit de was. Hier slinger je zoveel mogelijk water bij die bacteriën vandaan en dan houdt een slipkoek over van zo'n 23 tot 26% droge stof. Nou, dat spul komt hier in een grote slipbunker en dat wordt 1 of 2 keer per dag opgehaald. Meestal 2 keer per dag opgehaald door SMB en die brengen het dan naar de slipverbranding in de Moerdijk. Wat heb je hier in je hand? Nou, wat je in het aluminiumbakje ziet, dat is ons slipkoek. Het materiaal wat dus gewoon in de bunker zit en wat afgevoerd wordt naar SMB, naar de slipverwerker. Daar wordt het verbrand en uiteindelijk hou je dan dit as over. En als je dat ziet, nou, even wachten.
Dan zie je dat het heel licht materiaal is. Dat as. Dat zou gewoon met de wind kunnen verwaaien. Dit as wordt gebruikt als in de wegenbouw als onderlaagje om wegen mee te maken. We komen nu bij nog het laatste stukje extra zuivering aan. Waarom wordt er nog aan deze extra zuivering gedaan hier in Habs? Nou, wij lozen eigenlijk nog een gedeelte van ons effluent, dus het water wat uit de nabezinktank komt, op de Laarakkerse waterleiding. En dat gaat naar een heel beschermd natuurgebied. Dus dat water moet extra zuiver zijn. En via een zandfiltratie, waar we nog extra nitraat weghalen en fosfaat, brengen we dat naar een helofytenfilter. En een helofytenfilter is eigenlijk zijn rietplanten. En die rieten hebben nog een eigenschap om nog verder te kunnen zuiveren. Zodoende dat we dus zo goed mogelijk zuiver water naar de Laarakkerse waterleiding sturen. Wat gebeurt hier bij het riet? Nou, hier gaat dus het gedeelte van het effluent gaat door die rietsloten. Het zijn 8 sloten. En die zijn ongeveer 200 meter lang. En al het zwevende stof die zich nog in het effluent bevindt, die worden door het riet tegengehouden en het riet kan nog nitraat omzetten. En kan nog eventueel wat fosfaat ook nog tot zich nemen. Dus zodoende krijgen we dus een betere kwaliteit van ons effluent naar de Laarakkerse waterleiding. Hoe lang duurt dit gedeelte nou van het totale zuiveringsproces? Dit gedeelte dat zou het mooiste zijn als het langer als een dag is. Helaas is het wat korter omdat we er wat meer water doorheen moeten sturen. Maar het is ongeveer een uur of 20 is de verblijftijd hier in het rietveld. MUZIEK